Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Live Like a Local with Lokkepol. Vandaag gaan we iets heel anders doen, want we hebben Rotterdam al op hoge hoogte gezien over het water. Maar hebben jullie Rotterdam al in het miniatuur gezien? Nou, ik in ieder geval niet. Dat komt vandaag verandering. Let's go! Paspoortje kopen, een poppetje kiezen die zoveel mogelijk op jou lijkt en dan jezelf een plaatsje geven in Miniworld. Dan sta jij voor altijd in Mini Rotterdam. Ik vind het gaaf. Zie je jezelf er al tussen staan, Mo? Nou, ik zie je wel, klein meisje. Dat kind in die buggy, daar lijkt ik wel. Ik. Ja. Vandaag doen we het een beetje anders dan normaal. Normaal praat Modeste best wel veel of praat ik best wel veel, maar vandaag geven we het woord aan Fred. Fred gaat onze rondleiding geven door Mini Rotterdam en die zal wat meer vertellen over wat er allemaal te zien is. Ja, welkom dus. Hè. Ja, zal ik gelijk doen? Ja, tuurlijk, zeker. Welkom dan. Nou, mijn naam is Fred. Sinds 2006 al werkzaam bij Mini Rotterdam. Hè. Voorheen deels, hè. We hebben een beetje een naamspanning. Nou, daar ga je, Mies. De tempel van Rotterdam. Kijk eens. Hoor je ze? Oh, daar gaan we. Komt er ook een Feyenoord liedje? Oh. Hey, de rood. Wat grappig hier. Nee, dat vind ik echt geweldig. Ja, dat is echt heel leuk. Maar nu is het dus zeg maar nacht eigenlijk, hè? Ja. Oh, kijk nou. Want een dag duurt hier 24 minuten, begreep ik? Ja, het is een cyclus van 24 minuten, hè? Dus elke 24 minuten wordt een keer nacht. Maar als een nacht duurt, maar 3 minuten. Ja, precies, anders is het te lang. We horen nu soms nog van, ik kan het niet lezen. Oh, ja. Nacht, ja, ja. Maar het hoort wel echt bij de beleving, juist. Ja, met de lichtjes. Al naar al die lampjes gaan kijken. Ja. Oh, wat gaaf. Jongens, dit is de Laurenskerk. Ik weet niet of je het hoort, maar er gaan nu klokken af. En het is de kerk. Hele kleine lampjes erin, een stukje elektronica erin. Goed, dan gaat het nu ook weer rijden. Een stukje elektronica erin, ja. Gelijk wat zwaardere batterijtjes erin. Ja. Een luik gemaakt om dan in die helix te komen. Oh, ja. In die spier. Oh ja, mocht er dus iets fout gaan, dan kunnen jullie via deze weg het aanpassen. We legen dat helemaal door tot het grond is, kunnen we dat aan deze kant zien. Dat heel duidelijk zien. Ja. Oh, ja, ja, we kunnen zelf ja. Een overstapje maken naar de andere kant. We hebben namelijk een begin gedacht, joh, we gaan niet. Met special effects, met geluiden.
Ooievaars? Ja, deze is echt, dat is dat giraffe. Ja, herken je echt, ja. Ja, de ui, ja. Maar ook leuk dat het de oude, oude entree. Oh, hier, hier, hier. De ooievaars. Ja. Die zitten al jaren. In het echt ook? Oh, wat grappig. Oh, dat wist ik niet. Oh, dat is ook best gevaarlijk. Maar ze zijn wel wat Nee. Ik wil ook zo graag weer naar de dierentuin. Beste bezoekers, mogen wij u erop wijzen dat Eventuele niet toegestaan is in de miniatuurwereld. U bent van harte welkom in de kijk eens. Kleine dingetjes. Ja. Ja, we gaan natuurlijk niet één schoorsteen sparen, we hebben ook 30 op een rij. Ja, en ook over dat ze zo'n ombouwtijd hebben van ongeveer zo'n anderhalve dag, hè, ja. Dat we daarmee bezig zijn. En kijk, die plaatsen jullie per dit stuk. Dit is een SMD-legje. Ja. Kan je zien? Ja. Ja, mooi. Hier gaan we twee draadjes aan solderen en dat is dus zo'n achterlichtje van een van auto. Het is een standaard auto, zitten altijd sowieso acht lampjes. Maar we hebben er bijvoorbeeld ook eentje met een matrixbord aan de achterkant. Ja, daar zitten extra veel lekjes in. Ja. En dat duurt extra lang natuurlijk voordat je dat allemaal inbouwt. Dat is een priegelwerk. Dus twee draadjes aan en dan uiteindelijk wordt het dan aan de elektronica gemonteerd. Ja, en dan kan die dus knipperlichtje aan de remmen. Dat komt zeker. Oh, hier wordt het allemaal geregeld. Ja. En hier kunnen we echt alles in de gaten houden. Dus de treinen, de auto's en wat de wat er defect is. Ja, de onderste schermen die zijn voor onze collega verkeersleiders. Hè. Maar elk ander scherm wat er boven zit, dat kunnen ze naar beneden halen. Maar eigenlijk is het dit scherm aan het werken, maar als je gewoon wordt.
gewoon even een duimpje omhoog. Volg ons, subscribe, alles. We zien je de volgende keer weer. Doei!